Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn vanochtend, of ja, vannacht eigenlijk al vroeg begonnen, want Jordi was weer wakker. En die heb ik in slaap gekregen. Vanochtend Jordi wakker gemaakt, zodat hij gewoon in een normaal ritme komt. Zodat hij niet kon uitslapen. Ben ik ook een stiefmoeder ook eigenlijk, maar goed. Jordi krijgt nu zijn flesje en hij gaat lekker zijn bedje in. En ik ga hier dadelijk aan de gang. Ik ben nog even een boterhammetje aan het eten. En de vlog aan het uploaden. Die was ik al aan het uploaden. Maar Niels die kwam weer aan de kabeltjes. Dus toen kon ik weer opnieuw beginnen. Dus die ga ik heel even opnieuw uploaden. En dan... ja, dan mijn huishouden en alles doen. En deze fijne vent ligt al lekker te slapen. Jordi is inmiddels wakker en aangekleed. Ik ben bezig met de dressoirkast leeg te halen. Want wij willen die wegdoen. Zodat we wat meer ruimte hebben en de tv ophangen enzovoorts. En wij gaan nu heel eventjes naar de winkel. En dan ga ik verder met uitzoeken van die dressoirkast. Want ik heb me toch een zooi. Maar goed, ik heb al een hele hoop weggegooid. Dus dat doen we goed. Hey Jordi. Mama is al de hele tijd heen en weer aan het lopen, hè, jongen. Vind je niet zo leuk? Nee. Hé, jongen. Gaan we nou lekker even naar de winkel? En naar de action. En naar de action, want ik moet nog iets terugbrengen. Ik had een tablet standaard gekocht. Tenminste, een standaard voor de telefoon, voor als ik iets wil opnemen. Maar daar misten we een aantal dingetjes bij, dus brengen we even terug. Niels en Jordi die zijn bij oma Ed geweest. Was het leuk bij oma Ed? En bij de Chinees. En bij de Chinees. Ja, was het leuk bij oma Ed? Ja, heb je hem kusjes gegeven? Mm-hmm. Oké, dat is goed voor jou. Er zit geen verf op zijn kleren. Nee. De broer van Niels, de oom van Jordi, die is schilder. En die was aan het werk en die woont normaal in Noord-Holland. En die was nou hier in de omgeving aan het werk. En omdat ze elkaar ook weinig zien, is Niels even met Jordi daarheen geweest. En even bijgekletst daar en zo. En ik ben hier thuis bezig geweest. Kast heb ik zo goed als bijna uitgeruimd. Ik ben nou alleen nog de laatste dingetjes aan het opruimen. En dat was het. Jordi krijgt nu lekker de fles. En dan gaat hij lekker slapen. En dan gaat papa en mama dadelijk nog even helpen. Ja, is je net bij de tap geweest, hè? Ja. Gaat dat de tap heten? De tap. Dan moet jij even uitleggen waarom dat de tap gaat heten. Mijn achternicht. Nee, dat is denk ik jouw nicht. Nee. Want het is een dochter van een oom van jou. Ja. Dan is het jouw nicht. Ja. Ja, mijn nicht. Die gaat een café beginnen in Volkel. En dat heet de Tap. De Tap? Ja. Oké. Okay. Dus allemaal naar Volkel toe. Over een tijdje. Ja, nou nog niet. Want nee, dat is nu allemaal nog in opbouw. Maar allemaal naar Volkel toe over een tijdje. En allemaal naar de Tap. Een hele goede morgen. Gisteravond hebben we de vlog volgens mij niet afgesloten. Maar we zijn op tijd wakker. Want zo dadelijk komt de visio. Ja. Ja. In de vorige Ups & Downs zagen jullie dat wij bloed gingen drinken voor mijn schildklier. En nu staat die ongeveer goed. Dus dat is weer goed nieuws. We hebben gisteravond nog alles hier een beetje netjes gemaakt. Jordi. Oh, je kan wel luisteren. Je kan wel luisteren. Ja. Zo dadelijk komt Kim, hè, de visio. Ja.
Want dan moet je hard aan het werk. Ja. Niels die is heel eventjes met de vaatwasser bezig. Dat die uitgeruimd is. Ja. En mama is even Jordi overeind aan het houden. Want we waren iets later op dan dat de bedoeling was. Ja, en jij lag ook nog lekker te slapen. Dus papa heeft jou wakker gemaakt. Ja. Oh, ben jij knap. Oh, ben jij knap. Oh, oké. Nee, oké, sorry. Ik zeg al niks meer. Ik krijg mama een kusje. Ik krijg mama een kus. Lekkere kus. Ik hou van jou. Dus wij gaan even op de visio. Nou, de visio is weer geweest. En Jordi krijgt nou fruithapje. Niels is nou bezig om hem in zijn stoel te zetten. Dat was de horen van zijn speelgoedding. Een loopwagen. Zijn loopwagen. Jordi. Wat moet je daarmee doen? Op de grond gaan. Wat wil je doen? Hij zit wel te zoeken naar de tabby, volgens mij. Zit hij verkeerd dan? Ja. We kunnen hem twee keer gebruiken, hè? Ja, dat gaan we niet doen, zeg maar. Papa. Eerst een hapje. Maar dat is lekker. Dat is lekker, hè? Hij heeft nu in zijn mond poppen. Goed zo. Het is gezellig met papa eten, hè? Hij spuugt het uit.
Yummy, yummy, yummy. Dit is dus de reden waarom dat hij normaal de tablet voor zijn neus heeft, want normaal kan hij... Nou moet hij dus nadenken over wat hij doet. En als je het dan even niet meer weet, dan spuugt hij het gewoon uit. Wil je papa helpen? Wat zit jij er in? Wat zit jij er in? Ik heb het... Arr. Je hoeft deze niet op te eten. We hebben hier gewoon eten. Nou, zoals jullie zien krijgt Jordi de fles. En Niels die heeft allemaal rotzooi gemaakt. Maar dan hoef ik niet te boren als Jordi op let. Nee, dat is waar. Kijk, Niels moet nog opruimen. Want ik ga dat dus echt niet doen, hè. Niels maakt de rotzooi, dus moet Niels het ook zelf opruimen. En daar is dan de kast. Mochten jullie iemand weten, zeg het maar, hoor. Dus Jordi krijgt dan de fles. En dan gaat Niels dit even opruimen en doen. Ja, mama deed het ook toen jij heel klein was. Vond je ook heel fijn, maar niet aan mama's haar. Jordi, laat mama's haar los. Laat mama's haar los. Nu. Jordi, laat los. Je hoeft hem niet strakker te trekken. Laat het los. Een hele kleine baby, mijn kleine Jordi. Een hele kleine baby, mijn kleine Jordi. Dit deed je ook al toen je baby was, zo met jouw lippen. Ja. Oh, ja. Ja. Een hele kleine baby, mijn kleine Jordi. Hij is dus wakker zoals jullie het zien. Wij zijn nu in de parkeergarage, want wij gaan een bril voor Niels uitzoeken. Want Niels die heeft een nieuwe bril nodig. Dan moet ik natuurlijk mee, want hij moet niet met een bril thuis komen waar ik niet tegenaan kan kijken. Ik zie hem niet, hè? Nee, jij ziet hem niet. En Jordi is natuurlijk weer mee. Gezellig. Dus ja, we gaan even een brilletje uitzoeken. Nou papa, we hebben een bril uitgezocht voor jou, hè? Ja. En hoe dat die wordt enzovoorts, dan gaan jullie volgende week zien, als het goed is. Mm-hmm. En Jordi die krijgt nu dus eten, heeft het bijna al op. En dan ga ik zo lekker pizza's zelf maken. En dan gaan wij ook even eten. Zelf bekleden. Ja. De kast is trouwens volgens mij vrijdag weg. Toch? Als goed is wel. Ja, die er komt iemand voor vrijdag. Dus wat hebben we vandaag nog gedaan na het avondeten? Nou, we hebben Jordi gespoeld. En Mandy is met Jordi gaan douchen. Daarna heb ik hem de fles gegeven en is hij gaan slapen. Ja, hij slaapt nu nog steeds, dus dat is lekker rustig. En we hebben nog even een film afgekeken die we aan het kijken waren vanmiddag. Ja, en jij hebt de bureau nog even geholpen. En morgen hebben we een drukke dag. Ja, morgen hebben we een hele drukke dag. Want we zijn bezig met een extra video. En hoe en wat enzovoorts, dat laten jullie allemaal nog wel weten. Maar we kunnen er nu nog niet te veel over zeggen, omdat we niet weten of het helemaal gaat lukken. Wij gaan zo dadelijk naar bed. Dus bij deze sluiten we deze ups en downs ook af. En kan ik dit stukje zo even afediten. Wel trusten. Slaap lekker allemaal.